Laura Tesoro en Giovanni, jullie zijn allebei in de prijzen gevallen. Giovanni, mag ik nu even met jou beginnen? Wat heb jij gewonnen? Ik ben hunk van het jaar 2016. Daar ben ik wel heel blij mee, als ik eerlijk ben. Ja, ik ben vrouwelijke muzikant van het jaar geworden. Hoe voelt dat nu om samen te zijn met de hunk van het jaar? Ja, samen zijn met de hunk van het jaar is nog beter dan babe worden van het jaar eigenlijk. Ja. Dus ja, ik ben heel blij dat je met mij naar huis gaat vanavond. Hola, dat klinkt goed. Dat klinkt zeker goed, ja. Ik weet waar ze woont, dus dat scheelt al een hele hoop. Ja, stel je voor dat je dat nu nog niet moest weten. Dat zou inderdaad een beetje raar zijn. Vooral omdat we samen wonen. Mm. Maar wat doet zo'n award nu met jullie? Goh, ja, wat doet dat? Je zit de hele avond zo in spanning totdat je categorie komt. Dan is die daar. Dan wil je eigenlijk niet dat het komt. Omdat je bang bent. Omdat je zoiets zegt van win ik hem niet. En dan hoor je je naam. En ja, dan breekt de hel los eigenlijk. Ja. De hoeveelste award van Catnet is dit nu voor jou, Laura? Ben je de tel kwijt misschien? Nee, dit is mijn eerste. Dit is mijn allereerste Catnet Award. Ermee dat hem zo speciaal is. Ja. Ik zei het er net nog. Derde keer, goede keer. Eindelijk heb ik hem. Proficiat. Waar gaan jullie die nu zetten? Want jullie wonen samen. We hebben een glazen kast voor de awards. Zo'n award-afdeling ja, hebben wij. Ja, dat is nu nog redelijk beperkt. Maar kijk, er staan er weer twee bij. We vullen hem. Oké, geniet ervan. Dankjewel.